Goedenavond, aanwezigen op de tribune in de raadscommissie van 17 mei 2016. Van harte welkom. We hebben een afmelding van mevrouw Kappert ontvangen. En meneer Agricola is ook aanwezig en zal worden vervangen door meneer Van Leeuwen. En daarmee heb ik agenda punt 1, de opening. En schakel ik door naar punt 2, spreekrecht burgers. Daar hebben we geen aanmeldingen voor ontvangen, dus hebben we ook daarmee agenda punt 2. En ga ik over naar agenda punt 3, vaststelling agenda, waarbij er een verzoek is binnengekomen om agenda punt 6, rapportage Ombudscommissie Sociaal Domein, te verdagen naar een andere commissievergadering vanwege de persoonlijke omstandigheden van mevrouw Kappert, acuut ingegeven. En ik stel voor om dat terug te geven aan de agendacommissie om een nieuwe planning daarop af te geven. Vervelend misschien voor de tribune. Helaas op dit moment en we wensen de familie sterkte. Daarmee stel ik voor de agenda dus gewijzigd vast te stellen. En heb ik verder en wil ik overgaan naar agenda punt 4, verduurzaming gebouwen. Meneer Van Leeuwen zal voor zover nodig de beantwoording verzorgen. En een korte toelichting erbij. Er wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie verduurzaming gebouwen. In te stemmen met het aanwijzen van de sigarijfabriek als voorbeeld van een gemeentelijk gebouw waarbij verduurzaming wordt gerealiseerd om meer praktijkervaring op te doen als gemeente en om als voorbeeld te dienen voor bedrijven en particulieren en voor het verdergaand verduurzamen van de sigarijfabriek €22.203 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. En in te stemmen met het beschikbaar stellen van een lening €250.000 aan de SVN voor een revolverend fonds ter bevordering van energie-neutraal renoveren / verduurzamen van de bestaande bouw en punt 5 de begrotingswijziging daarop vast te stellen. Op 5 november is door de Raad een motie van gemeentebelangen CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie aangenomen waarin het college is gevraagd om een voorstel uit te werken om versneld te komen tot verduurzaming van bestaande woningbouw en gemeentelijke gebouwen. En in die motie is het college gevraagd afspraken te maken met woningcorporaties om het woningbestand versneld te verduurzamen, particulieren te motiveren en stimuleren tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, een overzicht te maken van gemeentelijke bouwen en de wijze waarop deze kunnen worden verduurzaamd, waarbij minimaal 1 gemeentelijk gebouw als voorbeeld moet dienen voor bedrijven en particulieren. En om deze maatregelen te bekostigen, wordt de reserve essentgelden ingezet. Het college heeft hiertoe deze notitie verduurzaming gebouwen opgesteld, waarin de in de motie aangegeven punten zijn uitgewerkt. En beantwoording van technische vragen en tekeningen van de sigarijfabriek zijn ook aanvullend op het raadsinformatiesysteem geplaatst. Ik stel voor te behandelen in 2 ronden. Een informatieve ronde voor zover er nog vragen zijn. En daarna de opinierende ronde. En vervolgens zal ik proberen samen te vatten of we tot een voorstel richting de raad kunnen komen. Ik wil als eerste het woord geven aan meneer Hof van gemeentebelangen om zijn vragen, voor zover die aanwezig zijn, te stellen. We gaan straks tot opinie. Ja, voorzitter, dank u wel. U vroeg zich af of er nog wat vragen zijn. Nou, als indieners van de motie zijn we blij dat er invulling aangegeven is, maar dat roept toch wel vragen op. Ik heb ook, dat doe ik wel eens vaker, ook een klein beetje de opinie wat verwerkt in de vragen. Dus ik zal straks de opinie proberen weer wat korter te houden. Vraag 1. In een notitie wordt aangegeven dat specifieke afspraken en prestaties met de woningbouwcorporaties nog niet bekend zijn. Nou, dat snappen we qua volgtijdelijkheid. Maar de wethouder was tijdens de behandeling van de woonvisie nogal voorzichtig en nam al een beetje een voorzet op de uitkomsten van de onderhandelingen. Kunt u, zonder dat u ook de onderhandelingspositie met de corporaties wat verzwakt, aangeven met welke maatregelen en voor hoeveel woningen u zegt als college, nou, wij zijn tevreden met deze prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.
Vraag 2. Dalfsen heeft als doelstelling in 2019 45% van de woningvoorraad op energielabel B te hebben en daarnaast nog 20 woningen energie-neutraal te renoveren. Dat gaat in totaal over 1250 woningen. Dat is een serieuze opgave. En vervolgens volgt in de notitie een opsomming van aandachtspunten waar, als je ervan uitgaat dat het energieloket ook nog opgepakt wordt door Groen Gebogen, de gemeente zelf niet veel meer aan toevoegt. Ja, het is natuurlijk heel goed dat de duurzame dorpen daarin een rol gaan nemen en een stuk invulling aangeven. Maar wat gaan we nu als gemeente doen om mensen te motiveren en uit te leggen welk vraagstuk we echt op ons bord hebben liggen? Waarom het zo belangrijk is om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te verlagen? En wat we daar dan in de communicatiezin aan gaan doen? En als aanvullende vraag, we hebben specifiek aandacht gevraagd voor mensen met een laag inkomen en een relatief hoge energierekening. En ik zou wel iets meer willen weten wat daar dan nu voor geregeld wordt. En vraag 3. Er wordt 30.000 euro aan middelen besteed ter ondersteuning van de duurzame dorpen. Ik heb een klein beetje voorinformatie. Ik weet dat Hoornhorst eenmalig 10.000 euro vergoeding heeft ontvangen in 2010. En verder ook geen financiële steun gevraagd heeft. Ik ben wel benieuwd, wordt dat geld op projectvraag beschikbaar gesteld? En waar wordt dat dan aan besteed? Vraag 4. We hebben de lijst met gemeentelijke gebouwen doorgenomen en hoewel we niet de onderliggende details kennen, is het niet direct indrukwekkend te noemen. Als randvoorwaarde wordt een terugverdientijd van 15 jaar gesteld. En dat verrast ons wat. We hebben het over een hoge ambitie en een belangrijke opgave. En dan is het wat jammer om je te laten leiden door een enigszins achterhaalde en wat minder bruikbare term als terugverdientijden. We hebben ons bij de sigarijfabriek bijvoorbeeld druk gemaakt over uitschuifbare tribunes, rode of blauwe stoelen. En dan vraagt niemand zich af, hoe lang duurt het voordat je dat terugverdient met meer toeschouwers, meer activiteiten of meer bezoekers? Duurzame maatregelen, zoals bijvoorbeeld het isoleren, moeten vanzelfsprekendheid zijn. Mensen rekenen ook niet uit, hoe snel verdien ik mijn keuken terug door niet uit eten te gaan? Of hoe snel verdien ik mijn opleidingskosten van mijn kinderen terug? Dat doe je omdat je het belang ergens van inziet. Als je dan toch een goed meetmiddel beslissingsinstrument zou willen toepassen, dan zouden wij, en daar hebben we al eens vaker om gevraagd, liever de operationele kosten en de totale lifecycle kost als beslissingsinstrument inzetten. Wij zijn dan ook benieuwd waar die terugverdientijd van 15 jaar vandaan komt en wat de argumentatie hiervoor is. Vraag 5, voorzitter, dat is de laatste. Voor de sigarijfabriek en de Witte Villa was reeds 120.000 euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen en er wordt nu om ruim 22.000 euro extra gevraagd. Er is al van alles in gang gezet, wordt over enkele weken al opgeleverd. Dus een aantal maatregelen die zijn reeds uitgevoerd of al in gang gezet. Maar als we nu niet akkoord gaan met die genoemde 22.000 euro, wat gaat er dan niet door? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Hof. Zijn er nog meer vragen in de commissie? Nee, aangeschoven. Oh, neem me niet kwalijk, meneer Rooijakkers. Neem me kwalijk. Ik ging heel snel. Meneer Rooijakkers, D66. Ik sluit mij grotendeels aan bij de vragen van de heer Hof. Over lifecyclekosten en terugverdientijden kun je hele discussies houden. Want het hangt ook af van wat je in de scenario zet aan toekomstige energieprijzen en al wat iets meer zei. Dus dat is altijd een hele lastige discussie. Je moet wel enige maat hebben voor om te kijken van is het nuttig of is het niet nuttig. Maar dat is het verhaal. Uw verhaal over, of uw vraag over de woningbouw, nieuwbouw en de ambities van de gemeente daarbij, daar wil ik nog wel een kleine aanvulling op doen, omdat in de vorige commissie, de wethouder Agricola, ook nogal twijfelend was over of het nou gasloos moest worden of niet, bijvoorbeeld de nieuwe uitbreiding in Oosterdalfsen. En ik heb laatst nog in een ledenvergadering van Warmtenetwerk heel stoer gezegd dat wij in Dallas alles gasloos bouwen wat nieuwbouw is. Omdat ik dacht dat dat ook de bedoeling was van de gemeente. Maar ik ben aan het twijfelen gebracht. Misschien dat daar helderheid over kan komen. En dan heb ik nog een vraag over in het voorstel staat onder agenda onder punt 4
een lening van 250.000 aan de SVN. En dat staat ook in het stuk SVN genoemd, maar er staat nergens bepaald wat SVN is. En ik vind het een heel goed principe dat we, als we afkortingen gebruiken in stukken, dat we de eerste keer altijd even voluit schrijven waar het over gaat. Dan ben ik erachter gekomen dat dat Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is. Maar als ik dan dat lees, dan is mijn vraag, misschien kan het dan ook verduidelijkt worden. Want ik denk dan aan een soort landelijk fonds of zo. Maar dat er toch tenminste moet worden toegevoegd dat het voor verduurzamen van de bestaande bouw in Dalfsen is. En niet in zijn algemeenheid in Nederland. Dus dat was dus een vraag en een opmerking. En ik ben in afwachting van antwoord. En als reactie op de heer Hof, want ik geloof ook dat de burgemeester zegt, dan moet het wat levendiger zijn en ook op elkaar reageren. Hij had het over die 22.500 euro. Wat gebeurt er als we het niet ter beschikking stellen? Nou, dat vind ik een beetje een rare vraag uit zijn mond. Ik kan het uit de mond van anderen misschien wel begrijpen, maar hij maakt een enorm pleidooi. We moeten heel energievriendelijk zijn en alles voor het milieu. En dan gaat hij de vragen van, als we nou die 22.000 euro niet beschikbaar stellen. Maar ik denk dat hij dat ook een beetje bedoelt om wat te stoken. Want hij zal denk ik helemaal niet overwegen om ze niet ter beschikking te stellen, hem kennende. U heeft het heel erg goed ingeschat. Mag dat trouwens, voorzitter? Liever via de voorzitter, maar ik vind het fijn dat u reageert. Dank ja. u wel. U heeft het helemaal goed ingeschat. Ik was vooral benieuwd naar de procesgang. Ter beantwoording. Meneer Schuring, VVD. Dank ja, voorzitter. Nou, dan stel ik hem maar, want daar uit die hoek komt hij dan wel. Wat als die 22,5 niet beschikbaar wordt gesteld? Wat missen we dan? Ik denk dat hij uit onze hoek wel verwacht werd. Tijdens de werkconferentie is er gesproken over dat de term CO2 niet genoegsprekend was. En ik vond de term CO2 wel erg veel voorbij komen. En de vervanging daarvoor wat misschien wat aansprekender zal zijn voor de gemiddelde Nederlander en wat misschien wat stimulerender zal zijn, miste ik nog een beetje. Wordt daar nog wat mee gedaan of hoe zien we dat? Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ik wil me grotendeels aansluiten bij de inbreng van de vorige sprekers, met name die inbreng waar die gericht is op de bestaande bouw waar de motie zich op doelt en op de lagere inkomensondersteuning. Mijn vragen richten zich daar met name ook op. De motie die richt zich dus op de verduurzaming van energievoorziening in de bestaande bouw. En vindt het college de sigorijfabriek nou zo'n goed voorbeeld van bestaande bouw? Dat is één. En de tweede, hoe ziet het college die voorbeeldfunctie van die energievoorziening van de sigorijfabriek dan als voorbeeld voor particulieren bijvoorbeeld? Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Ja, de meeste vragen zijn al gesteld. We sluiten aan bij gemeentebelangen, CDA en ook anderen die vragen hebben gesteld. We willen ze graag nog even onderstrepen. In de eerste plaats vragen we ons af in hoeverre dit nu een invulling is van de motie die voorligt. Dat is vraag 1. Tweede vraag heeft te maken met de corporaties, is door gemeentebelangen ook al gesteld. Zijn er nou afspraken gemaakt? Hoe ziet het er inhoudelijk nu uit? In derde plaats vragen we ons af, ja, er is een gemeentelijke verkenning uitgevoerd voor de bestaande gebouwen. En in de vierde plaats, die vraag is net door de heer Lochtenberg ook gesteld, vragen wij ons af, is de sigorijfabriek nou een goed voorbeeld van een bestaand gebouw wat verduurzaamd moet worden? En de vraag stellen is bijna volgens mij beantwoorden in dit gremium. Maar ik doe het niet. Heldere vragen, meneer Nijburg. Verder geen vragen aan de orde zijnde, dan wil ik het woord geven aan meneer Van Leeuwen, aangeschoven. Als ambtelijke ondersteuning is mevrouw Van Geels. Welkom ook. Heeft u het mee kunnen schrijven, meneer Van Leeuwen? Ik heb mijn uiterste best gedaan, mevrouw de voorzitter. En ik ga ook mijn uiterste best doen om de vragen te beantwoorden. Waar mij de kennis ontbeert, hoop ik dat mevrouw Van Gils mij nog kan aanvullen. En waar het ons niet lukt, zullen we het schriftelijk moeten afdoen. En dan mag u, de wethouder, mijn collega, op 30 mei daar alsnog even navragen. De
De fractie van gemeentebelangen die wil weten wanneer het college tevreden is over de maatregelen die de woningbouwcorporaties nog moeten doen. Nou, wat wij voor ogen hebben is een verduurzaming van het totale woningbestand van beide corporaties naar label B. En het is de bedoeling om dat vast te leggen in de prestatieafspraken. Dat is ons doel. Vervolgens zullen die afspraken aan de raad worden voorgelegd. En het is dus niet alleen wanneer is het college tevreden, maar ook wanneer is de raad tevreden. U geeft aan dat u het een goede zaak vindt dat de dorpen een rol gaan spelen. Maar wat doet de gemeente dan nog? Er ligt een, en u vraagt zich met name af hoe gaat de gemeente duidelijk maken welk vraagstuk er feitelijk voor ligt, namelijk het fossiele brandstofgebruik, want daar gaat het in principe om. Nou, wat we als gemeente willen proberen te realiseren is om een 45% van de woningvoorraad al in 2019 gerealiseerd te hebben, samen met de provincie overigens. Daarvoor wordt een actieplan opgesteld. En wij denken dat het verstandig is om dit ook samen met de dorpen op te pakken. Het is dus niet zozeer de vraag wie wat doet, maar meer een constatering dat wij vinden dat het in samenwerking moet gebeuren. En die samenwerking, ja, daarvoor heb je elkaar nodig. Daarvoor is ook onderling begrip nodig. We hebben op de werkconferentie al moeten constateren dat dorpen zijn die een dorp is dat voorloopt. Dorpen die in de middenmoot zitten en dorpen die in de achterhoede zijn aangehaakt. En het is dus de kunst, het zal de kunst zijn, om die groep bij elkaar te houden en gezamenlijk op te laten treden. En dat is een behoorlijke uitdaging. Een voorbeeld overigens hiervan is de Vechdal isolatiecampagne. Bewoners in het Vechdal worden aangeschreven om mee te doen met dit collectieve inkoopproject. Waarbij je dus gezamenlijk inkoopt en voordeliger af bent. Het energieloket wat u ook nog even in uw vraag noemt, willen we mee aan de slag door een klantvolgsysteem op te gaan zetten. Zodat we een goede basis hebben om ook de duurzame dorpen van informatie te voorzien. Onze rol als gemeente, die zien we dan als meer ondersteunend en faciliterend. Waarbij wij ons heel goed realiseren dat hier alles valt en staat rondom een zorgvuldige en goede communicatie met elkaar. Verder heeft u een pleidooi voor de mensen die het financieel wat minder goed hebben, een laag inkomen en vaak dus een hoge energierekening. Een flink deel van deze mensen wonen in huizen van de woonstichting. En deze worden via de prestatieafspraken meegenomen. Als er woningeigenaren tussen zitten, dan zullen die mee kunnen liften op de duurzaamheidslening. Daar moet fors worden ingezet op voorlichting, op informatieverstrekking en ook weer op communicatie. En dat realiseren we ons ook. En dat is van essentieel belang om deze groep mee te krijgen. In het verleden zijn er al wel minima huishoudens bezocht om ze te adviseren op het gebied van energiebesparing. Bijvoorbeeld ledlampen, isoleren, waterbesparende douchekoppen. En we willen, het is dus van belang dat we de voortdurende aandacht hebben voor die groep om ze mee te krijgen naar het doel waar we uiteindelijk willen uitkomen. De middelen, 30.000 waar u het over hebt, die zijn door de raad beschikbaar gesteld. En dat zijn projecten van Duurzaam Thuis. En dat is een ander budget dan wat we als startbudget meegeven aan de duurzame dorpen.
De terugverdientijd, dat is een interessante. Want daar heb ik zelf nog aan meegewerkt als raadslid. De terugverdientijd van ongeveer 15 jaar is destijds door de raad genoemd als een acceptabele periode en als zodanig ook vastgesteld. Nou, begrijp ik heel goed uw argument dat u zegt, waarom kijk je niet primair naar levensduur, levenscyclus en alles wat daarmee samenhangt? Dat ben ik met u eens. Overigens, als we dat zouden doen bij windmolens, was er nog niet één gebouwd, maar dit terzijde. Die terugverdientijd is dus in het verleden door de raad als zodanig ingesteld en vandaar dat wij die gehanteerd hebben. Bij nieuwbouw is het overduidelijk dat je vooraf duurzame maatregelen overweegt en dat je die ook gaat toepassen. Echter, er zullen altijd afwegingen zijn op het gebied van financiën en economisch inzicht. Met andere woorden, kan Bruin het trekken, ja of nee? Nou, en daar, op dat punt, zouden we met onze leningen, stimuleringsmaatregelen, misschien nou net even dat paard die berg over kunnen helpen. Het automatisme dat u schetst, dat als je het belang van iets inziet, dat je het dan ook doet, wij onderschrijven dat. Maar u moet zich wel realiseren dat dit nog lang niet bij iedereen tussen de oren zit. En dat is dus ook iets waaraan gewerkt moet worden. U heeft het over de 120.000 euro voor Witte Villa en Sigorijfabriek, die binnenkort worden opgeleverd. Dat is niet helemaal correct. De Witte Villa is nagenoeg klaar. 30 mei is de bedoeling dat die opgeleverd wordt. De Sigorijfabriek die staat pas voor medio oktober op de rol. We hopen dat we dat ook gaan halen. En ja, uw vraag, en die ook door de heer Schuring wordt herhaald, wat gebeurt er als we dat extra geld niet beschikbaar stellen? Nou, dan betekent het dat we geen extra zonnepanelen op de Sigorijfabriek kunnen leggen. En dat zou erg jammer zijn. D66 die vond de wethouder twijfelend over gasloos bouwen. Het college is van mening dat wij gewoon gasloos willen bouwen. Misschien dat u het hem nog een keer zelf kan vragen of hij echt twijfelt, maar volgens mij is dat niet het geval. Stimuleringsfonds volkshuisvesting had u zelf gevonden, hartstikke goed. Maar uw opmerking wordt begrepen. De term CO2 is niet zeggend. Dat hebben we al een paar keer eerder gehoord. Wij staan open voor suggesties voor nieuwe termen. Wij hebben hem nog niet kunnen bedenken. Maar goed, wie weet wat er de komende periode nog uitrolt. Bestaande bouwinkomensondersteuning. CDA, ik hoop dat ik die vraag al impliciet beantwoord heb door de beantwoording van de heer Hof. Zo niet hoor ik dat wel. Is het gebouw, de ChristenUnie vraagt dat ook, de Sigorijfabriek, nou een voorbeeld van bestaande bouw? Nou, sinds het omvallen van de muur niet meer. Dat is heel simpel. Daarom hebben we ook die subsidie niet gekregen. Desalniettemin zijn wij toch van mening dat het wel een gebouw is wat in aanmerking komt voor deze gemeentelijke investeringen. En wel om een tweetal redenen. De raad heeft ons verzocht om extra maatregelen te nemen, wat ook heel verstandig is. En daarnaast worden de extra investeringen via een opslag op de huur weer teruggehaald. Dus ook een revolverend fonds wat daar plaatsvindt. Is het een voorbeeld voor particulieren? Ik kan een heel flauw antwoord geven, maar volgens mij heeft dat niet in de motie gestaan. Een voorbeeld gebouw. En dat is ook het antwoord dan gelijk aan de ChristenUnie. Is het een invulling van de motie? De vraag is, moest dat specifiek voor particulieren of moest dat een gemeentelijk gebouw zijn? Nou, we hebben een heleboel gemeentelijke gebouwen, althans een heleboel, degene die we hebben, onder de loep gehad. Die subsidie moest ook nog eens in 2016 gerealiseerd worden.
We hadden de gemeentewerf op het oog, maar daarvoor ontvangt u in september een voorstel om de gemeentewerf te gaan verbouwen en ook te verduurzamen. Omdat die te klein is geworden voor de totale doelgroep. Dus die is wat dat betreft afgevallen, omdat we daar nog grotere ingrepen moeten gaan uitvoeren. En de overige gebouwen vonden wij minder geschikt. Nou, dat is in eerste instantie even mijn reactie. Ik weet niet of daar nog technische dingen zijn blijven liggen die mevrouw Van Gils moet toelichten. Zo niet, dan wacht ik het even af. Meneer Hof, gemeente Belang. Ja, ik heb nog één verduidelijkende vraag en één vraag die volgens mij niet beantwoord is. Dat u geeft in de beantwoording aan dat die 30.000 euro en die 10.000 euro opstaat, dat dat twee verschillende zijn. Maar mijn vraag was, wordt het geld op projectbasis beschikbaar gesteld en waar wordt het dan aan besteed? En de verduidelijkende vraag, dat heeft betrekking op vraag 2. U haalt de isolatiecampagne aan. En daar hebben wij een heel klein stukje informatie al van ontvangen. En dat betekent dat er een hele hoop huishoudens met een bepaalde woning van een bepaalde leeftijd een briefje in de bus krijgen wat ook ingegeven is met een of eigenlijk ondersteund wordt door een bedrijf. En wat eigenlijk meer als een folder overkomt. En mijn vraag aanvullend is dan wel, denkt u dat die mensen die dit in de bus krijgen, dat die op die manier met één folder overtuigd worden om hun woning te gaan isoleren? Dus die isolatiecampagne, die is wat ons betreft, zo die nu is, ook wel erg mager. Kunt u daar nog iets van vertellen? Meneer Van Leeuwen. Voorzitter, mag ik ook nog een vraag stellen? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ik moet er altijd even over denken hoe dat nou allemaal in elkaar zit, maar begrijp ik nou goed dat de Sigorij sinds het vallen van de muur nieuwbouw is en daarvoor was het bestaande bouw. Dus die bestaande bouw had mee kunnen liften in het plan, maar sinds die muur valt eigenlijk niet meer. En daar hangt een huurverhoging aan vast van 10.000 euro, begrijpen wij. Is dat al afgesproken met de huurders, verhuurders of de huurders? Is dat al geregeld? En gaan ze dat betalen? Om op het laatste terug te komen is het antwoord ja. Dat is ook in de huurcontracten opgenomen. Die staan op het punt om ondertekend te worden, maar daar is overeenstemming over. En uw conclusie daarvoor, die kan niet anders zeggen dat dat klopt. We weten allemaal dat de muur, de bewuste muur, in een zeer, zeer slechte staat was en dat we niet anders konden om dan hem om te trekken, dat dat ook verreweg het verstandigste was. Maar daardoor valt het volgens de officiële termen niet meer onder verbouwen van bestaande bouw, maar dan is het dus nieuwbouw geworden. Ja. Kan het niet mooier maken. Isolatiecampagne vraag ik of dat mevrouw Van Gils zo even iets over wil zeggen. Daar zit ik niet zo goed in. Wat die 30.000 euro betreft, is dat nou op projectbasis? Het wordt beschikbaar gesteld voor projecten die bijdragen aan de doelstelling van duurzaam thuis. Dus in die zin is het antwoord ja. En hier vallen kosten onder waarbij u dan moet denken aan die bij het energieloket gemaakt worden. Een website, drukwerk, keukentafelgesprekken. Projectkosten voor energie-neutraal renoveren. Dat zijn zaken die daaronder zouden kunnen vallen. Dus ja, projecten, maar dan niet moet u aan hele grote projecten denken, maar aan relatief kleine projecten. Voorzitter. Mevrouw Gils, mijn excuus voor de verkeerde naam. Dat maakt niet uit. Ik wil er nog op aanvullen dat ook wij wijkaanpakken ondersteunen van de duurzame dorpen. En dat we daar incidenteel ook kosten voor financieren vanuit dit budget van 30.000 euro. Wat betreft de Vechtdal isolatiecampagne, het is wel wat meer dan alleen een brief in de bus. Ik zit er niet heel goed meer in op dit moment, maar ik weet ook dat er een communicatiebedrijf achter zit
En dat er ook is gekeken naar allerlei andere vormen, zoals advertenties, die posters langs de rondwegen. Maar ook als zodra mensen dan wel een keer kijken op de website van die vechtelcommunicatie of van die vechtelisolatiecampagne, dat ze dan ook, ja, dat heeft iets met ICT te maken, dat ze dan een linkje krijgen of zoiets, dat ze daarna ook banners krijgen als ze andere pagina's bezoeken. Dus ze worden wel continu ermee geconfronteerd en we hopen dat daardoor de conversie hoger wordt binnen die vechtelisolatiecampagne. Dus er is wel over nagedacht, maar wat er precies allemaal gaat gebeuren, dat weet ik ook niet. Maar ik weet dat er meer dingen gebeuren dan alleen een brief. Misschien is het dan goed, voorzitter, als we op dit aspect dan nog even schriftelijk nader ingaan. Tenminste. Nou, dat lijkt me wel prettig, want dit betekent dat het eigenlijk een communicatieve campagne is, maar dat er een 1-op-1 benadering waar je volgens mij het meeste resultaat mee scoort, dat volledig onderbelicht of niet aan de orde is, waar volgens mij juist op dat punt een rol voor die duurzame dorpen zou kunnen liggen. Dan hoor ik de toezegging dat op dit onderwerp teruggekomen wordt en dan met name de campagne. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter. We zitten in een commissievergadering. Niet alle vragen hoeven gericht te zijn naar het college. En volgens mij werd er net al een vraag gesteld waar de vraagsteller het antwoord eigenlijk al gegeven was. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de andere fracties dan, en zeker de motieindieners, tegenover dat voorbeeldpand de sigarijen staan. Want er zullen vast andere mogelijkheden zijn. En in dit geval gaat het wel over een budget wat we ervoor beschikbaar stellen, wat dan eventueel misschien ook ergens anders naartoe zou kunnen. Wie kan ik daarover als reactie het woord geven? Meneer Hof. Ja, volgens mij was ik niet degene die die vraag zo expliciet stelde, dus ik denk ik wacht even. Ik wil daar wat van zeggen. Meneer Lachtenberg geeft aan te reageren. Ik wil daar wat van zeggen. Ik vond de aardige opmerking van de wethouder over een beetje kinderachtig als hij het heeft over het tweede deel van mijn vraag, de energievoorziening, nee, moet ik goed zeggen. Als je het hebt over muurtje, al of niet, het verschil maakt tussen bestaand en niet bestaand. De motie die richt zich met name op mensen die het gemeentelijke voorbeeld kunnen gebruiken om in hun eigen bedrijfsvoering dan wel als particulier een voorbeeldfunctie, voorbeelden te zien. En of er nou een muurtje meer of minder staat, niemand van die particuliere dan wel bedrijven zal 95% van zijn gebouw vervangen. Ik zie het gewoon als een nieuw gebouw. En een gemeentelijk gebouw, voorzitter, wat toegankelijk zal zijn voor mensen om daar te kijken. Wat is daar nou gerealiseerd? Er zit een lucht-warmte uitwisselingssysteem in, wat ook wel in woningen wordt toegepast. Dit is grootte van omvang. Maar het wordt momenteel vaak in woningen toegepast. Dus je kunt dat daar gaan bekijken. De zonnepanelen die op het dak liggen, daar wordt energie van opgewekt. En hoeveel er wordt opgewekt, dat is inzichtelijk te maken. Dus ik denk dat het wel degelijk een voorbeeldfunctie heeft. En volgens mij gaat het er niet om of dat het nou een bestaand gebouw of een nieuw gebouw moet zijn. Het is een voorbeeldgebouw en ik denk dat het een goed voorbeeldgebouw is. Dank u wel voor de reactie. Nog vragen, meneer Hof. Om er dan toch wel op in te gaan. Ik denk dat de sigarijfabriek met een hele grotere mate van verduurzaming, dat een goede voorbeeldfunctie kan zijn. En daar zitten natuurlijk wel wat elementen in. Maar het belangrijkste vind ik dat het een toegankelijk gebouw is, een zichtbaar gebouw, waar het helpt in de bewustwording. En als dit een voorbeeld is hoe je met renovatie van woningbouw om moet gaan, ja, dan is dit niet een voorbeeld. En dan denk ik dat we veel meer moeten kijken naar een aantal woningen die reeds gerenoveerd zijn, die opengesteld worden om bezichtigd te worden of voor mensen die geïnteresseerd zijn om daarin een stuk uitleg te krijgen. Dus wij zijn er wel een voorstander van dat die sigarijfabriek en de Witte Villa op deze wijze aangepakt worden. Maar niet als een voorbeeldgebouw om 1-op-1 een renovatievoorbeeld te zijn, maar veel meer om bewustwording te realiseren. Dank u wel, meneer Hof, voor deze reactie. Voorzitter, wat dat betreft had misschien de gemeente Werf een beter voorbeeld. Was de gemeente Werf een beter voorbeeld geweest?
Meneer Van Leeuwen, een reactie en dan gaan we over tot de... Twee reacties, voorzitter. Eén, ik wil mijn collega vragen of die in de gesprekken met de woningbouwvereniging, want het is ook voor de woningbouwcorporatie van belang, of daar niet inderdaad een voorbeeldwoning gemaakt zou kunnen worden, waar mensen zouden kunnen kijken van nou, wat is er nou zoal mogelijk? Ik vind dat op zich een goede gedachtegang, dus ik zal dat aan mijn collega voorleggen. En ten tweede, we gaan de gemeentelijke werf verduurzamen. Alleen dat wordt volgend jaar. Dank u wel voor deze aanvulling en toezegging om uw collega te vragen om een voorbeeldwoning open te stellen daarvoor. Ik wil graag overgaan naar de volgende termijn en dat is uw opinie op het voorstel. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik vind dat de vragen eigenlijk alweer een beetje te lang hebben geduurd, tot in derde en vierde instantie zelfs. En soms dan gaat het denk ik over heel weinig. Zeker omdat in de motie ook niet is beschreven dat het bestaand gebouw moet zijn wat als voorbeeld dient. En ik denk dat het zeker zo is dat als je... je hebt een gemiste kans. Als je dit nu niet doet, dan doe je het later nooit meer. Dus het is gewoon water under the bridge om te zeggen, hadden we niet een ander gebouw kunnen nemen wat volgend jaar of het jaar daarna komt. Dit gebouw wordt nu gebouwd, dus dat moeten we nu verduurzamen. En zo eenvoudig is het. En als we het allemaal serieus nemen wat we willen, vandaar mijn prikkelende vraag aan de heer Hof eerder, die was het wel met mij eens, dan is het denk ik helemaal, dat is het een no-brainer en dan moet je het gewoon doen. En dan moeten we niet zitten te miezenmauzen over €22.000, zeker niet als het in de huur terugkomt en voor de gemeente geen enkel nadelig financieel effect heeft. Dus ik ben ervoor. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb in de eerste ronde geen vragen gesteld. Het verhaal is volgens ons volstrekt duidelijk en ook de verdere uitleg die wordt gegeven in het raadsvoorstel en in de notitie die eronder ligt, is wat ons betreft prima. Op de toelichting kan je hier en daar wel wat kritisch zijn, maar over het geheel genomen ziet het er echt heel goed uit. En de heren Hof en Schuring hebben wat mij betreft de vraag gesteld die ik mogelijk ook had kunnen stellen. Maar ja, als die al twee keer gesteld is, dan hou je stil, denk ik dan maar. Partij van de Arbeid is altijd sterk voorstander geweest van verduurzaming. En dat zijn we nog steeds. En of dat nou gaat over verduurzamen van gebouwen, het duurzaam inkopen, een duurzaam sociaal beleid of welk beleidsterrein dan ook, in al die gevallen kan het op onze steun rekenen. Dus ook verduurzaming van gemeentelijke gebouwen kan op onze steun rekenen. En ook zeker waar het gaat om een nieuw te bouwen theater. Want het bestaande bouw heb ik ook niet direct in de stukken terug kunnen vinden. Dus wat ons betreft prima dat het mogelijk niet direct als voorbeeld kan dienen. Oké. Maar wij zijn groot voorstander van verduurzaming, dus dat misverstand, mocht dat er zijn, ruim ik graag even aan de voorkant op. Waar mijn vraag de vorige keer over ging tijdens een vorige commissie dus, en waar wat onrust over ontstond, was dan ook niet zozeer de verduurzaming van het gebouw, van het toekomstige theater De Stoomfabriek, maar meer de ogenschijnlijke onduidelijkheid over de financiering ervan. Eind vorig jaar hebben we ingestemd met een bedrag van €120.000 voor verdere verduurzaming. Ging toen over de sigarijfabriek ook. En dat blijkt nu onvoldoende te zijn. En toen ontstond er opeens een discussie of de financiering van het theater of de financiering van de verdergaande verduurzamingsmaatregelen nou wel of geen twee verschillende dingen zijn. Die discussie zou ik niet opnieuw willen voeren. Maar voor alle duidelijkheid, vanuit de PvdA voorstander van verduurzaming. En we vinden dat de financiering daarvan nu even niet loopt zoals we dat hadden gedacht. Wij hadden verwacht dat met de initiële financiering van de realisatie van het theater, met de toevoeging van €120.000 aan het budget onder de noemer duurzaamheid, het rond zou zijn. En we waren daarom onaangenaam verrast door deze additionele vraag. En daarmee worden, naar mijn mening, niet zozeer aanvullende maatregelen voorgelegd, maar wordt de rekening voor de maatregelen voorgelegd. Om kort te gaan, wij zijn niet bereid om op voorhand, na de initiële investering van 1,45 miljoen en toevoeging van 120 voor duurzaamheid en nog eens een keer een toevoeging van bijna 130 voor muur en stoelen, nu opnieuw te financieren. Dus wij zullen niet meegaan. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, ik krabde aan mijn hoofd omdat ik nog zoiets had van, ja, wat moeten we daar nou op zeggen? In grote lijnen volg ik de redenering van de heer Wildvank van de Partij voor de Arbeid. Wij hebben ook zoiets van, ja, we zijn al over de rode lijn, hebben we al eerder aangegeven en ja, daar ga je het nog een keer overheen, dus daar hebben we moeite mee.
Als het gaat om verduurzaming, ja, wij zijn voor verduurzaming en dat hebben we ook al vaker uitgesproken. Maar ik denk dat ik het graag mee terug wil nemen in de fractie en dat nog eens even wil laten bezinken en tot ons door laten dringen. Waar gaat het nu over? Maar nog een keer een krediet beschikbaar stellen, dat ligt toch niet in de lijn de verwachting dat we daarin mee in zullen stemmen. U neemt het mee terug naar de fractie, begrijp ik. Meneer Hof, gemeente Belangen. Voorzitter, dank u wel. Ik wil er toch wel iets meer van vertellen. In eerste instantie over de motie en hoe die ingevuld is. En in tweede instantie over het raadsvoorstel. Hoewel ik tijdens het lezen echt de drang kreeg om er op technisch gebied iets van te vinden, zal ik dat proberen achterwege te laten en het kort te houden. We vinden dat de motie nogal wat magertjes uitgewerkt is. We hebben als gemeente een stevige ambitie. En die vraagt om strategie, om slim en realistisch nadenken. En om het besef, maar nog veel meer ook het lef om zelf plannen te maken, vooruitstrevend en vasthoudend te zijn. Als we als gemeente een voorbeeld willen zijn, dan komen we er niet met de woningcorporaties. Ze hebben het al wat zwaar. Dat was een beetje de vorige keer de toon die op ons afkwam. We gaan het ook niet redden met we helpen de duurzame dorpen in de voorkant met wat informatie en die pakken het zelf al op. En daar kom ik straks wat verder op terug, maar we gaan het ook niet redden door externe bureaus ernaar te laten kijken en conventionele onderzoekjes te laten doen. Maar die komen al vrij snel tot de conclusie dat een stuk verduurzaming niet haalbaar is. Er is wat ons betreft wel wat meer nodig. En ja, om aan te geven wat dan, wil ik u een paar steekwoorden meegeven. En die heb ik dan gekoppeld aan de punten van de motie. Voor punt 1 van de motie, daar zou ik vasthoudendheid mee willen geven. Stevig uw tanden in de onderhandeling met de woningbouwcorporaties. U bent tenslotte de belangrijkste partner van die corporaties en u mag ook wat verwachten. Voor punt 2 van de motie, communicatie en verantwoordelijkheid. De gestelde doelstelling van die 45% die vinden we eigenlijk hartstikke oké. Maar de strategie en het plan om er te komen, dat is mager. En ligt voor een groot gedeelte of in een communicatiebedrijfje en in de tweede lijn op de schouders van vrijwilligers. Om hem in de bestaande bouw mensen over de streep te trekken, om energiezuinige maatregelen te treffen, dan zullen wij als gemeente daar op een gedreven en overtuigende wijze ons rentmeesterschap en de verantwoordelijkheid voor volgende generaties uit moeten stralen. Waarom het zo belangrijk is dat we die fossiele brandstoffen terugdraaien. En misschien nog wel belangrijker, wat de effecten op lange termijn zijn als we niks doen. Het werd al een beetje aangegeven door de heer Van Leeuwen. Wat ons betreft is het belangrijk dat er financiële kaders geschapen worden, maar dat het ook vooral een samenwerkingsverband tussen de duurzame dorpen wordt, waarbij ook de duurzame dorpen zich er goed in kunnen vinden. En dat zou bijvoorbeeld in een rolverdeling kunnen waar de gemeente de algemene informatie en de communicatie doet, een stuk financiële ontzorging en een vangnet is, en waarbij de duurzame dorpen veel meer de accountmanager, de directe communicatie met inwoners en de uitvoeringsbegeleiding op zich nemen. Voor punt 3 van de motie, daar zou ik creativiteit en realiteitszin mee willen geven. Als gezegd, ik zal proberen het niet te technisch te maken, maar de lijst met gebouwen en de beide behorende onderzoekstoelichting, het komt een beetje als 13 in een dozijn over. Dit soort onderzoeken zijn vaak niet te vangen in standaard checklistjes. En ik kan het niet laten om één voorbeeld te noemen. In twee gevallen wordt de dakconstructie genoemd als argument om geen zonnepanelen te plaatsen. Nou, ik weet niet of iemand het weet, maar een zonnepaneel weegt eigenlijk bijna niks. Dat is 10 kilogram per vierkante meter. En dat is ook eigenlijk nooit een probleem. Maar wat wel het probleem is, dat is om te voorkomen dat die dingen van het dak waaien, dan wordt daar ballast geplaatst. Betontegels of gevulde zakken. En daar wordt ook mee gerekend en daarop wordt die constructie ook beoordeeld. Als je daarnaar kijkt, dan lukt het vaak niet. Maar wat veel realistischer is, dat je dan tot de conclusie komt dat niet de panelen, maar het ballast het probleem is. En dat kun je relatief eenvoudig oplossen door een constructeur te vragen om de gebouwconstructie, dakconstructie en de zonnepanelenconstructie mechanisch tot één geheel te maken. Dat betekent namelijk dat je dat ballast niet nodig hebt. En dan zou ik wat meer creativiteit vragen. In Limmelenveld kiezen we er nu voor om panelen te integreren in de dakbedekking. Dat kan op zich ook. Over het algemeen zijn dat panelen met een beduidend lagere opbrengst per vierkante meter. En je moet je afvragen of dat dan het goede voorbeeld is. Het laatste punt van de motie, daar zou ik vanzelfsprekendheid mee willen geven.
Als je bouwt, moet duurzaamheid een vanzelfsprekendheid zijn. Dat sluit ook een beetje aan bij wat de heer Wildfank in zijn investering aangaf. Niet een samenraapsel van maatregelen betaalt uit losse potjes, want dan blijf je wat ons betreft hangen in extra maatregelen en terugverdientijden. De realiteit waar we in de bestaande bouw mee te maken hebben, is dat binnen de bouwregels van destijds er gebouwen gemaakt zijn, woningen gebouwd zijn, die een buitenproportionele belasting op ons leefklimaat op langere termijn vormen. En ga je dat dan uitrekenen, de reparatie die je uitvoert om die gebouwen te verbeteren, ga je dat dan uitrekenen in terugverdientijden? Ja, dus bepaal ik een terugverdientijd om de reparatie uit te voeren die we eigenlijk met de kennis van nu destijds zouden hadden moeten inrichten. Dan zeg je eigenlijk dat we het wel belangrijk vinden om het klimaatprobleem op te lossen, maar het mag niet te veel geld kosten. En je moet je afvragen of dat helemaal de bedoeling is. Dit wat die motie betreft, als het gaat om het raadsvoorstel, dan zijn we blij dat er beweging is en versnellen en opschalen. Ja, daar mag nog wel een tandje bij. We stemmen in met het aanwijzen van de sigarijfabriek als voorbeeld. We gaan akkoord met extra kosten van ruim 22.000 euro en het beschikbaar stellen van dat revolving fund. En we zien uit naar het vervolg op het duurzaamheidscongres. Tot zover. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ik ga niet zo uitgebreid op alle puntjes in. Ik wil wel op twee punten even iets inzoomen. Eén, het financiële aspect van het voorstel. Daar wil ik me voorhands aansluiten bij de mening zoals ingebracht door de Partij van de Arbeid. En voorlopig zin van leven het terugsonderen met onze fractie, dus neem ik even mee. Het andere aspect, dat gaat meer op de uitvoering van de motie. Gaat het over. Wij waren eigenlijk wel blij met het initiatief voor die motie van de gemeentebelangen destijds. We hebben het daarom omarmd en we zijn ook mede ondertekenaar daarom. Belangrijk voor ons waren daar vooral de versnelling van de verduurzaming in de bestaande bouw en de stimulering van mensen met lagere inkomens. En voorzitter, dat stimuleren, daar gaat het om de komende jaren. Mensen weten wel dat ze veel energie gebruiken. En ze weten ook wel wat ze eraan kunnen doen. Maar bekendheid met stimuleringsmaatregelen en denken dat de kosten hoog zijn en domweg opzien tegen een romslomp beletten mensen om in actie te komen. De wethouder gaf ook al zoiets aan om dat te beseffen. Daarmee moet de gemeente wat ons betreft helpen. Voorbeeldgebouwen die helpen wel, financiële ondersteuning helpt, maar om het gewoon te gaan doen is meer nodig. Die zet in de rug, die moet meer gezocht worden. In het bij de hand nemen, noem het maar push. Een project als Buurtkracht van Groen Gebogen werkt daarom wel. Voorzitter, ik zal het niet al te lang maken. Wij denken dat de voorgestelde uitvoering van de motie onvoldoende tegemoet komt aan de intentie die we hadden destijds. Veel te weinig push. Wij denken meer aan de financiering van een, bijvoorbeeld een buurtwerker of een buurtenwerker. Die zelf de buurt ingaat, die zelfs laat zien wat de kosten zijn. Je hebt het label bij de hand, laat nou zien wat het die mensen kost. Laat zien wat zo'n slecht label met de waarde van een woning doet. Helemaal als de mensen in de buurt wel gaan verbeteren. Laat zien welke maatregelen hoeveel opleveren. Vraag die mensen om of ze meedoen als bijvoorbeeld 60% van de buurt wel mee gaat doen. En als financiering een probleem is, laat ze dan zien dat er zo'n lening is vanuit het revolverende fonds. Een leningsmogelijkheid. Die kan dan ook afgelost worden vanuit de besparingen die gerealiseerd worden na uitvoeren van de maatregelen. Ja, ik sluit me aan bij gemeentebelang als je het hebt over van kun je daarmee naar het vervolg van de duurzaamheidsconferentie. Ja, dit was een prima insteek natuurlijk. En kijken van wat kun je daar nou mee. Dus financiële stuk neem ik mee terug naar de fractie. Dit wil ik ter overweging meegeven van nou, kunnen we die draai niet maken? Nou, niet nog meer laten zien. Nee, neem ze bij de hand. En wat moet daar nou voor gebeuren? En wij hebben er wel geld voor over vanuit de beschikking gestelde gelden. Om iemand te betalen die mensen ook aan de hand neemt. En zo mensen clustert en tot maatregelen kan komen.
Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Schuring, VVD. Dank, voorzitter. Die discussie over die voorbeeldpanden lijkt me juist wel een hele goede om die te volgen. Ten meer omdat ik hoor een aantal geluiden. Hè, gemeentelijk panden naar de gewone bewoning toe en het verbouwen van je bewoonde pand. En zou je er niet misschien met z'n allen eens naar moeten kijken of je bijvoorbeeld bij de woningbouwvereniging wat voorbeeldpanden kunt gaan doen. Hè, voorbeeld van een blokje van 5. En neem dan ook mee wat dat voor financiële consequenties heeft voor de desbetreffende bewoner. En laat het een schoolvoorbeeld zijn voor de 4 die ernaast wonen, zodat ze hem in kunnen vullen. Misschien om die drempel wat lager te maken en wat makkelijker mensen over de schreef te helpen. Samen met een financieel voordeel. Ik heb geen idee of hier alles naar gekeken is, maar ik heb begrepen in andere gemeenten dat dat al wat gebeurt. Ik heb in de tijd die motie niet meegetekend en dat was eigenlijk omdat het argument al door de wethouder gegeven werd. Ik vroeg, wordt dit allemaal toch al wel ingevuld? Is het vanzelfsprekend ook zonder de motie? En daar kwam een volmondig ja op. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het stuk las en de beantwoording op de vragen en de vragen die overblijven, begon ik daar een beetje aan te twijfelen. Maar ik hou hem maar eventjes zo. Extra budgetvragen, dat vind ik toch wel een beetje moeilijk en die ga ik nog heel eventjes, mee terugnemen. Meneer Rooijakkers. Sorry, voorzitter, dat ik maar nog één keer terugkom. Ik ben niet bij de raadsvergadering helaas, van de 30e, dus ik wil toch nog een keer een groot beroep doen op mijn collega's hier in de raad. Om niet te moeilijk te doen over die 22.000 euro, appeltje eitje. Ik begrijp dat sommige mensen uit principe zeggen, ja, 2 keer een begrotingswijziging, dat vinden ze vervelend. Je kunt het ook voortschrijdend inzicht noemen en bij bouwen gebeuren soms dingen. En zoals ik al eerder heb gezegd, het kost de gemeente geen geld. En ik moet eerlijk zeggen, bij mijn korte beantwoording in eerste instantie, in de opinierende zin, had ik het college van de heer Hof nog niet gehoord, waarbij hij zich uitsluitend over 1 voorbeeld uit. Ik kan ook natuurlijk wel over verduurzaming allerlei verhalen houden, maar ik heb die nog in portefeuille, omdat we volgens mij nog over duurzaamheid in de raad uitgebreid gaan spreken. Naar aanleiding van consequenties, aan aanleiding van de teruggetrokken notitie van wethouder Agricola, die nog een keer aan de orde komt over duurzaamheid. Dus het lijkt me nou niet het goede moment om allerlei principiële discussies nu te doen. Die komen nog aan de orde. Maar er liggen hier concreet een paar voorstellen klaar van over de sigarijfabriek en die lening van het revolverend fonds. Dus laten we ons daar dan gewoon tot beperken en verder niet al te principeel over deze zaak doen, want het is een heel eenvoudig voorstel. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel voor deze oproep, waarmee ik concludeer dat de raadscommissie heeft aangegeven de verduurzaming van bestaande en nieuwe gebouwen heel belangrijk te vinden. Een aantal partijen heeft aangegeven dat het niet ver genoeg gaat. En terwijl er ook een paar partijen zijn die de combinatie met het raadsvoorstel van december 2015 over de sigarijfabriek niet in overeenstemming is met elkaar. Een aantal partijen hebben aangegeven nog binnen de fractie hierop over te willen spreken. Dus ik stel voor om het voorstel zoals het nu voor ligt naar de raadsvergadering. Meneer Van Leeuwen geeft aan dat hij daar nog iets wil zeggen. Ik wil even afconcluderen, meneer Van Leeuwen, naar de raadsvergadering als bespreekstuk. Als bespreekstuk naar de raadsvergadering te leiden. Ja, dank u, voorzitter. Er zijn eigenlijk 2 dingen die ik even wil zeggen. Allereerst dank aan de heer Rooijakkers voor zijn korte betoog. Want ik heb mij bekruipt ook het gevoel dat er hier nu een discussie gaat plaatsvinden over het duurzaamheidsbeleid en de conferentie die misschien in sommige gevallen niet als prettig is ervaren. En dat dit voorstel nogal wat vertroebelt. En ten tweede wil ik de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid-fractie er uitdrukkelijk op wijzen dat die 120.000 euro die u beschikbaar heeft gesteld besteed is aan de Witte Villa en de stoomsigorijfabriek, inclusief de horeca. En u noemt bewust alleen het theater
En dat neem ik u kwalijk. Dank u wel voor deze woorden, meneer Van Leeuwen. Ik heb nog twee toezeggingen genoteerd, waarbij u aangeeft schriftelijk te zullen reageren over de campagne met betrekking tot Vegdal-isolatie en in overleg met de wethouder om met de woningstichting te gaan kijken of er een woning als voorbeeld zou kunnen dienen met betrekking tot mogelijkheden rondom verduurzaming. Daar wil ik er nog één aan toevoegen met uw goedvinden, want de suggestie van de heer Lochtenberg, waarbij die zegt, nou, hoe kom je nou tot een stimuleren van de lage inkomens? En hij noemde dat even een buurtwerker. Ik laat de naamgeving maar even in het midden. Vind ik ook een hele interessante. Die zal ik ook onder zijn aandacht brengen. Onder de aandacht van de wethouder, begrijp ik. Ja, dank u wel voor deze derde toezegging. Meneer Lochtenberg, voor u. Verder geen opmerking aan de orde wat dit agendapunt betreft. Dan stel ik voor om dit agendapunt te... En dat is agendapunt 5, volgens mij. Mijn systeem laat het afweten. Daarom gaan we naar het ouderwetse papier. En dat gaat over de voorlopige jaarrekening. Het is een voorbereidend, besluitvormend agendapunt. Waarbij opgemerkt wordt, nee, het voorstel zie ik niet in beeld, maar goed, ik zal een toelichting geven op de huidige situatie. Nee, het voorstel om de voorlopige jaarrekening 2015, bijna niet lezen, exclusief het sociaal domein en zonder controlevergadering, verklaring te behandelen, vooruitlopend op de definitieve vaststelling in de raadsvergadering van juni 2016, het resultaat van de voorlopige jaarrekening 2015 van 872.921.000 als volgt te bestemmen, een voorlopig bedrag van 360.122.000 conform saldo van programma 7 uit het rekeningresultaat te storten in de reserve decentralisaties. Dit bedrag zal naar verwachting bij de definitieve vaststelling nog wijzigen. Een bedrag van 16.000 uit het rekeningresultaat in te zetten voor budgetoverheveling na 2016, waarin 2015 geen dekking vanuit de reserve tegenover stond. En een bedrag van 496.799 uit het rekeningresultaat te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. Voorstel 3 is een bedrag van totaal 340.100 euro als budgetoverheveling uit 2015 in te zetten in 2016 en één project in 2017. Hiervan is reeds als claim in de reserve vastgelegd een bedrag van 324.100 euro en de algemene reserve grondexploitatie voor 2.120.829 euro vrij te laten vallen en te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. En voorstel 5 is een totaalbedrag van 1.229.739 euro aan resterende claims op de reserves te laten vrijvallen en te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. Dat is bijna niet zichtbaar. Het gaat om heel veel getallen. Dat mogen duidelijk zijn. De jaarrekening 2015. Het college legt jaarlijks de verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. En dat gebeurt sowieso door de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. En dat betreft de voorlopige jaarrekening, exclusief het sociaal domein. Voorlopig, omdat de definitieve cijfers van het sociaal domein nog niet bekend zijn. Er is op 12 mei een technische bijeenkomst geweest over de jaarrekening. En hier is het voorlopige accountantsrapport overhandigd aan de raadscommissie. Daarnaast bent u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De vragen zijn ook schriftelijk beantwoord en zijn bij de stukken gevoegd. Daarbij stel ik dus dat er technische vragen gesteld hadden kunnen worden. En ik wil voorstellen om zoveel mogelijk technische vragen te voorkomen, voor zover dat mogelijk is. Ik zal er alert op zijn en ik vraag de griffier ook dat te doen. Aangeschoven voor de ambtelijke ondersteuning mevrouw Vetkamp, van harte welkom. En namens de accountant is aanwezig mevrouw Lubbers-Hilbrands en meneer Van Dijk. Ook van harte welkom.
Behandeling in twee ronden. Informatief. Voor zover er vragen van politieke aard zijn, kunt u die stellen. En daarna zullen we overgaan naar de tweede ronde voor uw opinie, voor zover die aan de orde is. Wie kan ik het woord geven in de eerste ronde? Meneer Kleine Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook in eerste instantie mijn dank uitbrengen voor de beantwoording van de technische vragen. Daarnaast heb ik een zevental vragen voor de accountant en er zitten wat technische vragen bij, omdat wij het voorlopig accountantsverslag pas afgelopen maandag of donderdag hebben kunnen ontvangen. En ik heb een viertal vragen aan het college. Dan begin ik met de vragen voor de accountant. Teleurstellend dat u zich niet aan onze afspraken hebt kunnen houden waardoor wij als gemeenteraad ons niet hebben kunnen voorbereiden zoals wij graag willen. Extra teleurstellend, aangezien onze ambtelijk apparaat de zaak wel op orde had en zaken op tijd heeft aangeleverd. Hoe denkt u dit geschaadde vertrouwen in de nog resterende korte tijd voordat alles officieel moet zijn in 2016 en in 2017, dus het volgende jaar, te herstellen? Vraag 2. Hoort Dalsem bij die gemeenten die bij het SVB de budget- en voorschotconfirmatie rond heeft? Vraag 3. Hoe staat het met de aanlevering van de stukken van de individuele zorgaanbieders? Indien de stukken, horende bij onze vraag 2 en 3, niet tijdig zijn, kunt u dan aangeven wat de gevolgen zijn voor uw goedkeurende verklaring? Hetzij ze zijn alle twee niet op orde of één van de twee is niet in orde. En vraag 5. Kunt u wat meer zeggen over de fraude-risicoanalyse, bladzijde 7 van uw verslag? U maakt een voorbehoud op uw verklaring in zaken uw interne kwaliteitsreview. Hoe staat het daarmee, bladzijde 10 van uw verslag? En laatste vraag aan de accountants. Urenverantwoording op bladzijde 49, 120% overschrijding. Wat is hiervan de verklaring en wat zijn de consequenties? Dan de vraag, ga maar door, voorzitter, aan het college. Wethouder, u doet ons een voorstel om het tegoed van programma 7 te storten in reserve decentralisaties. In de raadscommissie van 1 december 2014 en definitief in de raadsvergadering van 15-12-2014 hebben wij de regels van deze reserve vastgesteld. Hierin staat ook onomstotelijk dat jaarlijkse overschotten op het sociaal domein hierin niet gestort mogen worden. Wat heeft u doen besluiten dit nu wel voor te stellen? Vraag 2. Ik zie nog niet de aanvullingen zoals gesteld in onze technische vragen over de bedragen WSO en WSW. Punt 3. Er is een financieel voordeel gehaald bij Maatwerk Natura WMO. Door onder andere de eigen bijdrage, scootmobielen en trapliften, is er zicht op welke mensen afhaken door deze eigen bijdrage en dan in het bijzonder als het gaat om zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ik kan me ook voorstellen dat dit in de eerste bestuursrapportage of voorjaarsnota ook aan de orde komt, maar ik wacht even af. Vraag 4. Op bladzijde 29 van het accountantsverslag, laatste alinea, staat dat sommige beheersmaatregelen niet actueel zijn en qua beschrijving niet voldoen. Tevens wordt aangegeven dat de wijze van selectie een andere insteek vraagt. Hoe gaat u dit aanvliegen? Dit waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Kleine Koerkamp. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook bedankt voor het beantwoorden van de technische vragen. Enkele vragen die wij daar gesteld hebben, heeft de meneer Kleine Koerkamp van het gemeentebelang opnieuw gesteld, dus die ga ik niet opnieuw stellen. We hebben nog wel enkele nieuwe vragen en ook nog een opmerking over de presentatie nu van die voorlopige jaarrekening afgelopen vrijdag. De bijbehorende stukken zijn openbaar geworden vrijdag, maar onze bevolking heeft eigenlijk te weinig tijd gehad om nu die stukken goed te lezen en zich aan te melden voor het inspreken daarover. De CDA-fractie is dan ook van mening dat we onze burgers nog wel die ruimte moeten bieden en vraagt het college hierin een voorstel te doen. Dan een vraag over de voorzieningen in de kernen.
Kan het college aangeven hoe ver het nu mee staat met de integrale visie op de leefbaarheid in de kernen? Graag horen wij de status op dit moment. Over het sociaal domein, de consultatiebureaus. In mijn technische vraag had ik al gevraagd hoe het kan dat het bedrag dit jaar veel lager was in 2015. Aangegeven hoe dat voor de komende jaren is, dan is het in één keer weer 40.000 hoger. Dus mijn vraag is, waar zit hem nu die verhoging in? En dan het sociaal domein, de 3D's. Vorig jaar hebben we onze zorg uitgesproken op sociaal domein. De resultaten zijn overal positief. Lof daarvoor. Maar hoe ziet de wethouder dit voor de komende jaren? Dit waren mijn vragen tot nu. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik heb niet zo heel veel vragen. Ik sluit een beetje aan op het laatste punt wat mevrouw Rameman maakte. We hebben in het verleden wel eens gezegd van... En dat is een vraag aan de wethouder in dit geval, begrijp ik. Dat we in dat sociale domein datgene moeten doen wat nodig is. En niet alleen datgene wat financieel verantwoord is. Nou blijkt financieel allemaal ruim te kunnen. Maar de vraag die ik er even naast zou willen leggen is, hebben we nou ook, of heeft de wethouder nou ook de overtuiging dat we datgene doen wat nodig is? Dat is één. En ik ben even nu de draad kwijt. Kunnen we ook gelijk de vraag aan de accountant stellen? Het mag in één ronde, meneer Wildvank. Dank u wel. Dat zit even op het resultaat. Wat op zich positief is. Andere kwalificaties kom ik straks nog wel even op. Het is positief en het lijkt goed deels te worden veroorzaakt door grotere onttrekkingen dan toevoegingen aan reserves. In hoeverre is het dat nou echt een positief resultaat of teren we in op onze reserves? Dat is eigenlijk even mijn vraag. Daar wou ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Wildvank. Ik heb verder nog vragen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik zit even met het dilemma dat een aantal vragen afhankelijk is van het antwoord van de accountant. Dus ik begin maar met de vragen aan de accountant en dan hoop ik dat nog een tweede ronde krijgen, eventueel richting het college. Kunt u die niet in één ronde stellen? Ik hoor u. Afhankelijk van de antwoorden. Van de accountant. Daarmee. Ja hoor. En de vraag over fraude-risico is inmiddels gesteld, dus die laat ik achterwege. Rondom het sociaal domein, want dat is uitgezonderd van deze rapportage door de accountant, betekent dat alle overige programma's en domeinen voldoende in beeld zijn en dat dat ook voldoende is beoordeeld, als voldoende is beoordeeld. En twee is, wat betekent het nou voor de planning voor de definitieve accountantsverklaring als op 30 juni pas BVO hierover vergadert? Dan schieten we waarschijnlijk toch wel de maand juli in, tenminste logischerwijs, en redden we dat dan nog voor 15 juli. Tweede vraag betreft de renteontwikkelingen in het komend jaar in relatie tot de grondexploitatie. Dat noemt u nadrukkelijk als een risico waar we als gemeente alert op moeten zijn. En onze vraag is van, kunt u iets zeggen over dat risico? Wat zou bijvoorbeeld 1 procentpunt stijging van de rente betekenen? En klopt onze waarneming dat dat risico niet is meegenomen in de risicoparagraaf. Dan ten aanzien van het beter volgen van de overschrijdingen van lasten per programma, daar maakt u een aantal opmerkingen over. Zou u dat nog eens kunnen toelichten? Wat bedoelt u daar precies mee? En waar zit de verbetering van sturingsmogelijkheden voor de Raad? En de laatste vraag betreft de ratio met betrekking tot de risico's. Die is sinds 3 jaar is die van over de 7 teruggevallen naar 4,38. Hebt u daarin structurele ontwikkelingen kunnen waarnemen waar we alert op moeten zijn? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Heldere vragen. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik had aan de accountant een vraag en ik neem aan dat hij sowieso al wel antwoordt op de zeer kritische opmerkingen en vragen van de heer Kleine-Koerkamp over het proces. En ik wil dat niet nog een keer herhalen, want ik vind het wel jammer en kwalijk dat terwijl de gemeente op tijd was
En we de accountants specifiek hebben geselecteerd op het, zijn bereidheid om snel de controle op te leveren, dat toch kennelijk niet is gelukt. Ander punt wat ik heb is een vraag. Er wordt uitgesteld de controle, althans de definitieve verklaring in verband met sociaal domeinen en decentralisaties. Maar er is een brief van de NBA en de VNG waarin nog een keer wordt uitgelegd dat als je een groot deel van de verantwoordelijkheid en risico voor de uitvoering in het sociaal domein bij een gemeenschappelijke regeling belegt, dat het dan zeg maar, op basis van de beoordeling van de risico's eventueel wel een verklaring kan worden afgegeven. En nou is volgens mij het grootste risico toch de jeugdzorg in het sociaal domein. En daar hebben we nou net die gemeenschappelijke regeling voor in een heel groot verband. Dus kun je nou niet zeg maar, een goede schatting maken en daarbij rekening houden met zeg maar, de vermogenspositie van Dallas, om toch te zeggen dat de continuïteit niet in gevaar is, dat eventuele verschillen niet materieel zijn en toch gewoon snel met een verklaring te komen. Dus mijn vraag aan de accountant. Dan heb ik twee vragen voor de wethouder. Eén detailvraagje. Ik zie de kosten van de waterschapsverkiezing dat die ten laste van de gemeente zijn. En waarom zijn die niet gewoon ten laste van het waterschap? Dat is vraag 1. En vraag 2 is de FTE-ontwikkeling op bladzijde 157. En dat zijn structurele kosten. In 2014 was dat 178 FTE. Er was begroot voor het afgelopen jaar 179, maar actueel zouden het er 190 geweest zijn. Daar ben ik ontzettend van geschrokken. Kunt u dat toelichten? Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter, nou, over het proces zijn de vragen al gesteld. Evenals met betrekking tot de input die we nog gemist hebben en wat daar de huidige status van is. Wat de consequenties van dit uitstel zijn, of die er zijn. Maar ook een vraag, en ik heb er een paar voorbij zien komen, maar hoe staat het college nou in die aanbevelingen die hier in het accountantsverklaring verslag beschreven staan? Want er staan er zo verdekt best wel een aantal beschreven die nog wel wat, volgens mij nog wel wat, wat werk benodigen. Dan zit ik alleen even te twijfelen of ik ze eventjes moet markeren of dat ze door iedereen zelf zo gemarkeerd zijn. Reactie op de aanbevelingen lijkt me wat mij betreft voldoende voor de wethouder om daar een reactie op te geven. Ja, nou dat was hem. Dat was hem. Dank u wel voor deze vraagstelling. Ik stel voor om eerst de accountant de vragen te laten beantwoorden. En vervolgens kunt u daarop reageren. En daarna stel ik voor om het college te laten reageren op de vragen die gesteld zijn, waarbij meneer Nijkamp heeft aangegeven daar afhankelijk van de beantwoording ook vragen aan te eventueel te hebben. Kan ik u het woord geven, mevrouw Loos? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb de vragen even voor zover als het kon gauw even meegetypt. Veel vragen gaan ook inderdaad over het proces. Waarom nu pas en waarom pas afgelopen donderdag het accountsverslag verstuurd is. Nou, u moet weten, alle gemeenten die vallen ongeveer in dezelfde periode wat de controle betreft. Heel veel gemeenten die hebben de controle ook uitgesteld in het kader van het sociale domein. Het sociale domein is dan ook een grote onzekerheid in de jaarrekening tot nu toe nog. Ja, dat heeft voor ons wel betekend dat heel veel werk op één bult kwam. Nou, u heeft misschien ook heel veel berichten in de krant gelezen dat er überhaupt te weinig accountants zijn. En we hebben daar in de hele beroepsgroep mee te maken. En ja, we doen wat we kunnen. We proberen alles op tijd de deur uit te werken. Maar we willen dat ook niet ten koste laten gaan van de kwaliteit. Want ook daar ja, zijn de ogen gericht op de accountantskantoren. Daar kom ik later ook nog even op terug. Dus wat ons betreft, we doen wat we kunnen en dat zal het vertrouwen in de planning voor volgend jaar hopelijk ook niet schaden. We hebben in goed overleg ook inderdaad deze concept donderdag met man en macht de deur uit kunnen werken. En de controle is voor de rest heel goed verlopen en ook gedegen uitgevoerd en daar willen we ook absoluut niet aan afdoen. Dan kwam er een vraag van de heer Kleine Koekamp over SVB. Volgens mij, ik ben even de details kwijt, maar dat ging volgens mij over het toesturen van de... Ja, want jij had wel meegegeven. Ja, voor de
ja, voorschotconfirmaties, of dat allemaal rond is, nou, dat kan denk ik het beste uit de ambtenaren beantwoorden, dus niet aan ons. De stukken van andere gemeenten, hè, hoe dat bij andere gemeenten zit, die vraag kwam ook. Nou, met dit probleem waar de gemeente Dalfsen mee zit, daar zitten alle gemeenten mee in Nederland. We hebben heel nauw overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar ook met onze beroepsorganisatie, dus, NBA, Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants. Daar hebben we een heel nauw overleg mee over hoe hiermee om te gaan. Nou, dat overleg is eigenlijk vorig jaar, ja, begin vorig jaar al gestart, begin 2015. En dat gaat maar door. Het is een probleem, het ministerie is daar ook van op de hoogte. En de verwachting is dat in eind mei, begin juni, het SVB wel met een controleverklaring komt. Wat de strekking daarvan zal zijn, is ons ook nog onbekend. Maar wij bekijken dat en wij trekken daarin ook één lijn landelijk, dus namens heel Deloitte. Dus we willen ook niet bij de ene gemeente daar van afwijken. We kunnen natuurlijk een verklaring afgeven, ook die vraag kwam naar voren. Maar dat betekent dat wij nu met een onzekerheid zitten. En de onzekerheid is wel zo groot dat wij daar wat mee moeten in onze verklaring of in onze rapportage. En de keuze is om nog eerst aan te zien wat het allemaal wordt en wat voor zekerheid we wel kunnen krijgen. En om dan pas te komen tot een eindoordeel. Dus we hebben eigenlijk alles verricht behalve die laatste stukken in het kader van het sociale domein. De gevolgen voor de verklaring, ja, de verklaring kan al goedkeurende zijn. Het ligt er helemaal aan wat wij aan zekerheid kunnen verkrijgen. Maar gezien de grootte van de bedragen en gezien de inspanningen die al door de gemeente zijn gedaan, schatten wij wel in dat het geen gevolgen heeft voor de strekking van de verklaring. En dat het dus ook heel goed een goedkeurende verklaring kan worden. Maar ik moet nog een slag om de arm maken, dat kan ik natuurlijk nu niet met zekerheid zeggen. U heeft een vraag over de fraude-risicoanalyse, zoals we dat hebben genoemd in het accountantsrapport. Ik ben heel blij met die vraag. De AFM die heeft de accountantskantoren nadrukkelijk gecontroleerd. Al vanaf 2007 zijn ze daarmee gaande. En naar aanleiding van de controles in 2012, waarvan de uitkomsten in 2014 bekend zijn geworden, zijn er door het NBA en de accountantskantoren maatregelen getroffen. Er is een rapport gemaakt, in het publieke belang heet dat. En de AFM heeft daar ook wat in de melk te brokkelen gehad. En de AFM die vindt dat eigenlijk een organisatie pas controleerbaar is als die zelf een goede interne beheersing op schrift heeft. Dus de processen heeft beschreven en ook een goede interne beheersingsrisico heeft beschreven en ook een interne frauderisico heeft beschreven. Dus dat wil niet zeggen dat het ergens in de hoofden van de mensen moet zitten, maar dat het ook op schrift moet staan. Nou is dat bij gemeenten die overigens door de AFM op dit gebied over één kam worden geschoren met de profitorganisaties. Nu is het voor gemeenten dus al voor een heel groot deel ingeregeld door middel van de ambtseed, de nota misbruik en oneigenlijk gebruik, de rechtmatigheid die ook verklaard moet worden. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het is de bedoeling dat dat dus op schrift komt te staan. En de gemeente Dalfsen heeft daar ook zich aan gehouden. Die heeft dat ook gedaan, die heeft dat verricht. En ik begreep dat het nog vastgesteld moet worden in het college. Maar dat is voor ons als accountant is het goed om te weten dat het er is. Maar wij we hebben ook interviews, we spreken diverse mensen in de organisatie. Dus voor ons is het van belang dat het ook zo werkt. En dat hebben wij gecontroleerd. En dat het wordt vastgesteld en dat het ook regelmatig aan de orde komt in de raad. Want ook dat vindt de AFM belangrijk. Dat de governance, dus de toezicht door u, dat dat ook gebeurt op dit gebied. Dus dat er ook regelmatig is gesproken wordt van waar in onze organisatie kan er fraude gepleegd worden of corruptie gepleegd worden. Of andere vormen van oneigenlijk gebruik of onbewust fouten, hè, waardoor de interne beheersing niet op orde is. Dus zulke zaken zullen ook door het toezichthoudend orgaan, ofwel de gemeenteraad, aan de orde gesteld moeten worden. In onze rapport is ook een voorbehoud gemaakt in het kader van de interne kwaliteitsreview.
door de AFM en door de maatregelen is eigenlijk gesteld dat de gemeente rekeningen van dien aard zijn en risico's met zich meebrengen, daar het vizier ook op gericht is vanuit het publieke belang, dat die verplicht door intern door een tweede lezer bekeken moeten worden. Dus ik ben tekenend accountant, maar een collega tekenend accountant moet daar ook naar kijken. Nou, zo kijk ik ook met andere collega's mee in de rest van het land, in het westen en het zuiden. En zo kijken collega's ook mee met onze controle. Nou, doordat die maatregel eigenlijk in de loop van 2015-2016 is ingevoerd, is er een heleboel inhaalwerk te doen. En komt dat ook weer op één hoop en door het sociale domein ook nog niet eens helemaal afgerond kan worden. Dus vandaar ook dat we dat voorbehoud nog moeten maken. En daar zijn we nu mee bezig en we hopen daar ook binnenkort de uitslagen van te krijgen. We hopen niet dat daar heel veel vragen nog uit naar voren komen. Dat zou betekenen dat wij nog wat huiswerk te doen hebben. Maar de ervaring leert wel dat er wel heel kritisch gekeken wordt en dat we dus dat voorbehoud moeten maken. We kunnen dat nog niet allemaal met zekerheid zeggen. Nou, een van de maatregelen uit het rapport Het publieke belang, wat door onze beroepsorganisatie is gemaakt samen met de grote accountskantoren, is het zijn 53 maatregelen die daarin genoemd zijn. En een daarvan is transparantie in de urenverantwoording. Wij moeten aan onze toezichthouders van onze klanten, dus aan u, inzichtelijk maken wat onze urenbesteding is geweest. Dat moeten we doen om u te laten zien wat wij hebben gedaan, maar ook om u een indruk te geven van wat wij hebben moeten doen. U stelt terecht de vraag, hoe kan het dan dat er een urenoverschrijding is? En daarvoor is ook juist die inzage bedoeld om u daar een kritische blik op te laten werpen. Kan tweeledig zijn, hè, dat de interne organisatie zodanig is dat wij veel extra werk hebben moeten doen. Maar het kan ook dat wij het verkeerd begroot hebben of door andere maatregelen veel meer werk hebben moeten doen. Vaak is het een combinatie van al die zaken. En ik kan u zeggen, het is nu een combinatie van het feit dat wij voor het eerst de gemeente controleren. Nou, een eerstejaarscontrole, dat kost vaak wel twee keer zoveel tijd. Met name ook in de dure uren. Uren die wij overigens niet in rekening brengen. Dat hebben we ook in onze offerte zo gezegd. Maar dat zijn investeringsuren van onze kant. Wij moeten ons inlezen. Het team moet zich inlezen. Dat betekent gewoon extra uren. Het kan ook zo zijn, hè? We hebben ook daar wat lagere rangen ingezet. Die hebben gewoon ook meer uren nodig dan de wat hogere rangen. En wij willen goede kwaliteit leveren, dus dat moet er dan bij. Een ander aspect is dus wat ik al zei, de tweede lezing. Ook dat levert gewoon extra uren op die wij vooralsnog gewoon niet bij onze klanten in rekening kunnen brengen, omdat wij dat niet voorzien hebben. En dat eigenlijk vanuit het publieke belang een maatregel is vanuit de accountskantoren. Op termijn gaan we dat natuurlijk wel verdisconteren in onze budgetten, want we kunnen niet op deze wijze doorgaan, dat zult u begrijpen. Maar dat zijn vooralsnog wel redenen geweest waarom de uren de pan uitreizen, zeg maar. Een andere reden is inderdaad ook de uitstel van het sociale domein. En daarvoor is wel gezegd van dat kunnen wij vooraf niet inschatten wat ons dat kost. Maar dat kunnen wij ook niet nemen, die kosten. Dus die moeten wij voor een deel wel toe gaan rekenen aan de gemeente. En dat is ook vooraf gemeld. Wat de uitkomst daarvan is, dat kan ik nu nog niet goed zeggen. Maar daar kunt u ongetwijfeld later ook een opgave van ontvangen indien u dat wenst. Heb je daar nog toevoegingen op, Arie, op deze vragen? En dan ga ik door naar de volgende. Nou, volgens mij zijn de vragen in grote lijnen wel beantwoord. En, We horen het al van meneer Kleine-Koerkamp als er nog aanvullingen nodig zijn. Dan zullen we die graag geven. Ja. Dan de heer Wildvank, PvdA, had nog een vraag over. Wij hebben eigenlijk meer onttrekkingen gedaan dan toevoegingen aan de reserve. Als ik dat goed begrijp, is dat uw vraag. En teren we daarmee in? Dat is
een lastige vraag om te beantwoorden, want die reserves zijn in het verleden ook ooit eens gevormd om later uit te geven. Dus in die zin is het niet zo dat er dan ingeteerd wordt, maar wel minder vermogen is. Maar niks om zorgen over te maken, want daar is het beleid ook op gericht. En de accountant mag ook niks zeggen over het te voeren beleid. Wel over de juistheid, de getrouwheid en de rechtmatigheid van de cijfers, zoals die zijn gepresenteerd in de jaarrekening. Maar dat er meer onttrekkingen zijn dan toevoegingen, dat heeft alles te maken met de keuzes die u maakt. En wanneer er raadsbesluiten aan de grondslag liggen, dan is dat rechtmatig en getrouw. En u teert inderdaad in op het vermogen, maar goed, de gemeente is ook niet in het leven geroepen om een groot vermogen te krijgen. Tenzij daar weer plannen voor zijn natuurlijk. Misschien even ter aanvulling erop. En het niveau van het vermogen is gewoon heel goed en zeker ook de solvabiliteit is uitstekend. Ja. Dus ondanks het interen, het wat teruglopen van de reserves. Maar het zijn natuurlijk ook niet de beste tijden. In andere tijden zal het waarschijnlijk weer een andere richting ingaan. Dan ga ik naar de heer Nijkamp. De heer Nijkamp, daar. Ja. Of alles voldoende beoordeeld is in het kader van de deadline van de accountsverklaring. Nou, we hebben alles beoordeeld behalve het sociale domein. Maar ook dat hebben we al grotendeels gedaan. Maar we wachten dus nog op afrekeningen. En ook al zijn daar dan voorschotten gedaan of schattingen gemaakt. Wij moeten wel de prestaties beoordelen en dat dient de gemeente ook te doen. En als daar nog niet iets van bekend is, dan is het lastig om daar alvast wat over te zeggen. Dus daar zit het hem ook al vast. U stelt nog een vraag over de renteontwikkelingen van de grondexploitaties. Wat is het risico? Is dit risico niet meegenomen in de risicoparagraaf? De grondexploitaties zijn niet gering bij de gemeente Dalfsen. We hebben heel nadrukkelijk gekeken naar de risico's, ook naar de berekeningen, de uitgangspunten van die berekeningen. We hebben daar onze goedkeuring aan kunnen geven. Ze zijn ook herberekend, hergeëvalueerd. En volgens mij, de grondexploitatie is sowieso ook meegenomen in de risicoparagraaf. Maar ik kan even niet zo snel in mijn geheugen opgraven of de rente daar ook in is meegenomen. Nou, het is zo dat voor de grondexploitatie natuurlijk ook de nodige informatie extra is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Die sluit vaak aan of is vaak een aanvulling op de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. En de specifieke risico's voor de grondexploitatie zijn vaak met name benoemd in de paragraaf grondbeleid. En nu is het zo dat de gemeente Dalfsen natuurlijk naast de jaarstukken ook de MPG, de meerjaarprognose grondexploitaties, uitbrengt. En daar is wel specifiek op dit aspect ingegaan. Die MPG hebben wij ook nauwlettend betrokken bij onze controlewerkzaamheden. En u ziet daar op pagina 8 ook een aparte paragraaf over de rentetoerekening en daar wordt het effect weergegeven van 3% verschil. U vroeg om 1%. Nou, nadrukkelijk is hier het voorbeeld van 3% verschil van 4 naar 1 namelijk weergegeven. Dus dan is uiteraard ook 1% te berekenen. Dat is dan ongeveer 1,7 miljoen. De toelichting in de jaarrekening, de toelichting op de grondexploitaties die voldoet aan de verslaggeving en de besluiten en begroting, verantwoording van de jaarrekeningen van gemeenten. We hebben nog even gediscussieerd inderdaad, want in de meerjarenprognose staat veel meer informatie. Dat kan in de jaarrekening, sommige gemeenten doen dat. Het hoeft niet, het is niet verplicht, maar er is wel naar verwezen en het is ook heel goed om dat erbij te hebben voor een complete beoordeling. Formeel puntje is natuurlijk wel dat wij de MPG niet certificeren, de jaarstukken wel. Maar we hebben dus wel degelijk ook dit nadrukkelijk in de beschouwing betrokken. Ja, de uitkomsten van de meerjarenprognose zijn dus wel de jaarrekening en daar hebben we onze goedkeuring aan gegeven. Overschrijdingen lasten per programma, die hebben we ook even genoemd in ons accountsverslag. Dat zijn wij verplicht om te melden. Een onderdeel van de rechtmatigheid is ook de begrotingsrechtmatigheid. Dus over de overschrijdingen van de programma's. Is dat binnen de perken of staan er ook weer baten tegenover?
dan, of is een besluit overgenomen, dan is het allemaal rechtmatig. En hoe de sturing daarvan, de sturingsmogelijkheden voor de raad ervan zijn. Het wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus. Dus ik zou daar u als raadsleden ook op hameren om regelmatig inzicht te krijgen in de overschrijding per programma. En te kijken of iets uit de pas loopt. Maar goed, wij kijken naar de overschrijdingen in geld. Maar goed, u kijkt natuurlijk ook naar de doelmatigheid van de bestedingen. Dus wat is er voor dat geld gedaan? En is dat ook bereikt? En als er en een overschrijding in geld is en een onderschrijding in de prestaties, ja, dan is er helemaal een probleem. Dus u als raad heeft daarbij nog een veel grotere functie om daar toezicht op te houden. En dat middel daarvoor is de planning- en controlcyclus en de rapportages daarin. De laatste, die heb ik heel cryptisch opgeschreven, ratio's en de risico's. Nou, de vraag was waarom het de verhouding weerstandscapaciteit-weerstandsvermogen in de afgelopen jaren zo gedaald is. Ja, daarvan zou ik eigenlijk willen zeggen, hij is gedaald, zonder meer. Maar een factor 4 is nog een zeer hoge factor. Want over het algemeen wordt een score tussen 1 en 1,4 als voldoende beschouwd. Nou, daar zit de gemeente Dalfsen nog ver boven. En de gemeente Dalfsen heeft de risico's gewoon goed in beeld. En er is geen aanleiding om te verwachten dat hij ook echt in de komende jaren naar die 1 of zelfs daaronder zou doorschieten. Voorzitter, ik heb die vraag gesteld met het oog op het meerjarenperspectief. We komen vanuit ruim 7. We zitten nu op 4,38, wat is het. Dus als je die lijn doortrekt, dan kom je vrij snel bij de 2 uit. Waarbij je ook zo langzamerhand niet meer tot de uitmuntende gemeente van Nederland behoort. Ik snap wel dat die 4 erg positief is. Maar je moet ook kijken naar dynamisch gedrag. En daar ging een vraag over. Zitten er structurele elementen in de bedrijfsvoering, in het beleid, waarvan u zegt van wees daar ook alert op als het gaat over deze ratio? Ja, voor ons is het van belang om te bepalen of de meerjarenprognoses positief zijn. De meerjarenbegrotingen, daarin geen problemen. Aan de gemeenteraad is het om te bepalen hoe groot die ratio's moeten zijn en of jullie de meest uitmuntende gemeente van Nederland willen worden en zijn. Voor ons is er is nu geen alarmerende, iets alarmerends om te melden aan u. En ook niet, en dan zouden we alweer op de stoel van u moeten gaan zitten als er onverantwoord beleid wordt gevoerd. Daar hebben we nu geen aanleiding voor kunnen vinden. Dan was er een vraag van D66. Brief MBA en VNG inderdaad, de beoordeling risico's om wel een verklaring te verstrekken, met name in de jeugdzorg en in de gemeenschappelijke regelingen. Dan kan er toch een verklaring komen. Nou, ik denk dat ik dat antwoord al gegeven heb. Ja, misschien even daarop aanvullen. Ik denk dat het juist ten aanzien van de jeugdzorg, waar de BVO eigenlijk het nog helemaal niet kan zeggen op diverse onderdelen wat de kosten SEC voor de gemeente Dalfsen zijn, dat het niet verstandig zou zijn om zo'n inschatting te maken en dat de mogelijke afwijkingen daarbij wel heel groot zijn. We zullen echt moeten wachten, denk ik, tot de bedrijfsvoeringsorganisatie daar echt voor de gemeente Dalfsen goede informatie over kan geven. Want de gemeente Dalfsen beschikt daar zelf ook gewoon nog niet over. De gemeente Dalfsen die deelt mee een percentage van het totaal. En, we hebben dat als risicospreiding juist gezien om onderdeel te worden van die gemeenschappelijke regeling. En in die brief van de NBA en de VNG, daar wordt juist melding gemaakt van de mogelijkheid om zoiets te doen. Maar ik begrijp dat u inmiddels met alle accountskantoren hebt besloten om landelijk dit niet te doen. Dus dat u ook voor geen enkele gemeente dit doet. Nou, die afspraak hebt u gemaakt. Waarschijnlijk mag dat. Dank u wel, meneer Rooijak. Ik graag via de voorzitter spreken. Die afspraken zijn gemaakt omdat er dus nu nog geen zekerheid is ook over de prestaties en over inderdaad de bedragen. Het mag, het hoeft niet. Ik bedoel, als we een verklaring moeten afgeven, en dat is ook even de vraag van de heer Schuring van de VVD, wat heeft het voor consequenties, dit uitstel?
Want hè, als we 30 juni zitten, dan zitten we al heel dicht bij 15 juli. En dat is toch echt de deadline voor de provincie. Nou, wij verwachten niet dat het 30 juni gaat worden, maar dat er ergens in juni, misschien al begin juni, daar wel uitsluitsel over is. En dan betekent dat dat we dan nog het werk moeten doen en ja, heel snel dus die verklaringen moeten afgeven. We gaan er echt van uit, en dat hebben we ook de SVB op het hart gedrukt, dat die datum van 15 juli absoluut gehaald moet worden, want anders heeft het ministerie ook een probleem, want die datum is wettelijk opgelegd. En als, als het Rijk er zich al niet in de wet houdt, dan is dat lastig te verkopen. Ten aanvulling misschien nog, de accountant van de BVO is wel heel druk bezig met de controle van de verantwoording van de 11 IJsselandgemeenten. En heeft ook al een aantal maanden geleden ons gevraagd met welke uitvoeringsmaterialiteit, een technisch begrip, maar welk bedrag zij moeten hanteren voor de controle van de specifiek voor de gemeente Dalfsen verleende zorg. Dus wij verwachten daar echt in de loop van juni wel uitsluitsel over, voordat de officiële zorgproductieverantwoording, voorzien van een verklaring van de accountant van de BVO door het bestuur, verder geleid zal worden richting gemeenten in het officiële circuit. En dan was er nog een laatste vraag van de heer Schuring. Hoe staat het college tegenover de aanbevelingen? Dat is niet aan mij om te beantwoorden. Dat lijkt me aan het college, meneer Schuring en mevrouw Lubbers. Hartelijk dank voor de beantwoording. Ik stel voor om de vergadering even te schorsen voor een kop koffie. Kunt u even laten bezinken wat u allemaal heeft gehoord. Daarop terugkomen als er nog aanvullende vragen zijn aan de kant om die dan te stellen. En vervolgens willen we het college dan ook nog vragen om de reactie. Hierbij schors ik de vergadering. Afgerond. Agenda punt 6 hebben we, zegt u? Agenda punt verdaagd. En daarmee kom ik aan agenda punt 7. De sluiting, maar niet voordat ik de aanwezigen wil bedanken voor inbreng, aanwezigheid, de lange zit, toch ook wel weer, om 10:15 is het nu, wil ik de vergadering sluiten met dank. Ik wens u nog een fijne avond en tot een volgende keer.